Yo mensen van Belgian Universe, mijn naam is Jelle van Gamify the Nation en welkom bij een nieuwe commentary op Black Ops 2. Het is lang geleden dat ik hier nog een commentary op geüpload heb en dat is eigenlijk precies twee weken geleden. Vorige week heb ik niks upgeload omdat mijn wijsheidstanden zijn getrokken en dat deed kak veel pijn en ik kon niet praten en zo, je weet zelf. Waarom dat ik eigenlijk deze... vandaag dus eigenlijk weer een commentary doe op Black Ops 2 is natuurlijk zeer duidelijk. Ik had nog een gameplay staan, ik heb deze gameplay wel eens gebruikt op mijn kanaal, maar ik heb nog gameplays op mijn PlayStation staan, maar dan dat is echt heel moeilijk om te recorden en zo. Dus met mijn Dazzle DVD recorder, met mijn kut recorder natuurlijk. Maar ja, jullie vragen zich waarschijnlijk allemaal af wat ik in deze vakantie heb gedaan met die wijsheidsstanden dat er dan uit zijn gegaan. Behalve fappen heb ik natuurlijk nog andere dingen gedaan, zoals in mijn bed liggen van de pijn van mijn wijsheidsstanden. Veel pudding gemaakt, want mijn mama wou dat niet meer doen. En dus heb ik zelf maar pudding moeten maken en heb ik dus eigenlijk gewoon kak veel in de keuken zitten staan voor pudding, gewoon omdat ik honger had. Ik kon geen gewone eten, dus als er hamburgers werden gegeten bij mij thuis met pistolies, dan kon ik dat niet opeten en ik werd gewoon boos en die begon te wenen en dan ging ik naar boven en ging ik gaan slapen om 2:00 PM en zo. Dus ik had eigenlijk geen leven van de vakantie. Nu aan mijn 100 dagen is super goed verlopen. Ik heb mij echt rot geamuseerd. Ik was op het einde dus denk ik 36 uur wakker in het totaal. Dus ik heb gewoon een nachtje doorgedaan met mijn vrienden en zo. Dus dan was ik wakker 36 uur en dan ben ik achter Facebook gekomen. En ik dacht, oké, deze ga ik niet meer doen. Ik ga gewoon in mijn bed kruipen. En ik ben in mijn bed gekropen. En ik heb voor, denk 15 uur of zo geslapen. Dus dat was echt fucking lang. Nu ja, de meeste van jullie kijken natuurlijk naar deze commentary om tips en tricks te zien van Black Ops 2. Hoe je het spel moet spelen en zo. Dus nu ga ik een beetje tips en tricks zeggen. Hoe je eigenlijk Black Ops 2 moet spelen, want het is een totaal ander spel dan MW3. Het is nu al een tijdje uit en ik ben nu 6e prestige of 5e prestige denk ik. Ik denk dat ik 5e prestige level 55 ben. En mijn kill death ratio is 1.80 denk ik. Dus ik denk wel dat ik het spel een beetje kan spelen. Ja, de tips en tricks dus. Eerst en vooral de perks die je moet gebruiken. De perks zijn zeer belangrijk. Als je de verkeerde perks hebt opstaan, dan komt het natuurlijk niet goed. De eerste perk die ik meestal instel is Ghost. Ghost zorgt ervoor dat je dus eigenlijk niet op de map wordt gezien wanneer je loopt. Het is veel verslechterd tegenover MW3 met Assassin en zo. Assassin was echt overpowered en je kon echt gewoon niet gespot worden op de map. Maar Ghost is eigenlijk als je loopt. Als je een rusher bent, gebruik dan Ghost. Als je eerder iets van het camperig type bent of dat je meer wacht op een speler achter een hoekje en zo, dan zou je best een andere perk pakken. Dan raad ik u Hardline aan. Dus voor de eerste perk zou ik Ghost gebruiken. Voor de tweede perk zou ik Toughness gebruiken en Scavenger. Toughness is een zeer goede perk. Ik gebruikte het in het begin niet. En na een tijd ben ik het beginnen te gebruiken. En ik haalde veel betere gameplays. Toughness zorgt ervoor dat je minder recoil hebt wanneer er iemand op u schiet. En een scavenger zorgt ervoor dat je natuurlijk uw kogels kunt oppakken terug. Voor de derde perk heb ik dan niets ingesteld, aangezien ik perk 2 Greed moest gebruiken bij mijn wildcards, denk ik dat dat noemt. Als wapens zou ik bij de SMG's aanraden de PDW en de MSMC, want dat zijn volgens mij de twee beste wapens bij de SMG's. Bij assault rifles zou ik de AN-94 denk ik dat is aanraden en de MTAR. Bij de SMG's zou ik grip, suppressor en dus grip, silencer en fast mag. Fast mag is zeer goed als je echt een speler bent die veel rusht en veel snel herlaat en zo. Als je veel herlaat, dan zou je beter fast mag gebruiken. Op de assault rifles zou ik natuurlijk silencer en stock of quick draw zetten, want dat zijn volgens mij de drie beste attachments. Daar zou ik niet echt fast mag op zetten, omdat je sowieso al super graag reload op een assault rifle. Voor de shotguns zou ik de Remington aanraden, want de Remington is een zeer goed wapen. Het is bijna overpowered eigenlijk. De STG is eigenlijk een beetje accurate. Als je probeert te quickscopen gelijk een sniper, is de STG echt super goed. En het heeft ook een heel grote range. Daar zou ik niets van de attachments eigenlijk op zetten. Daar zou ik gewoon perks instellen en zo. Voor de snipers zou ik de DSR aanraden, omdat dit de sniper is met de meeste damage. En zodat je direct je enemy killt als je erop schiet. Want bij de ballista heb je meestal gewoon een hitmarker op je enemy. En dat vind ik echt kloten. Dus
Ja, dat zijn zo'n beetje de wapens voor de LMG's. Dat zijn echt alle LMG's gewoon de beste. En met een, noemt je dat, een target finder erop, ben je gewoon overpowered met een LMG. En ja, dus LMG's zijn gewoon overpowered. Voor de equipment zou ik vooral de Bouncing Betty of de C4 gebruiken. C4 is echt als je gewoon aan het rushen bent en zo en je moet ergens over een muur een C4 smijten ofzo. Dan is dat echt super handig, een C4. En ja, Bouncing Betty is gewoon eigenlijk voor je position te secure. Als je gewoon wilt dat er niemand in je rug komt, dan zou je beter de Bouncing Betty gebruiken. En als tactical grenades gebruik ik dan niets, omdat ik weet dat ik bijna geen dingen meer over heb. En ja, dan gebruik ik dus niets, alleen maar lethal grenades. Lethal gewoon equipment, zoals de Bouncing Betty en de C4. Ja mensen, ik hoop dat jullie hierbij echt een perfecte class hebben. In de volgende commentary zeg ik hoe je eigenlijk moet spelen op Black Ops 2. En dan zul je veel pro'er worden, hoop ik, als je gewoon een beetje mijn tips navolgt. De classes hebben nu al, dus als je met hier al een beetje begint te oefenen, dan komt het zeker en vast al een beetje in orde. In de volgende episode ga ik u zeggen hoe je moet leren spelen. Dus probeer nu gewoon een beetje te spelen met die classes en ja, dan zie je wel hoe dat gaat. Probeer gewoon niet echt te rushen recht over de map, maar probeer gewoon rond de map altijd te lopen, rond de zijkanten van de map. En merci om naar deze commentaar te kijken, jongens. Tot de volgende keer. Peace out, mother truckers.